Als je ja, een baan aanneemt, dan weet je wat je salaris is. Je weet iedere maand wat je krijgt. Maar als je gaat ondernemen, het kan veel opleveren. En iedereen hoopt dat, maar kan je op de nek kosten. Je laatste cent kan weg zijn, je huis kan verkocht worden als het niet goed gaat. Je kunt helemaal aan de grond komen. Gisteravond werden na een krachtige monoloog van wethouder John Aerts de Maastrichtse toppers bekendgemaakt. De prijs voor de meest gelukkige ondernemer ging naar Edgar Janssens van Nash Consulting. Het verkiezingsbedrijf Sobox werd verkozen tot beste starter. En Regoe Groep mag zich de snelst groeiende onderneming noemen. Ja, ik denk dat je de meest gelukkige ondernemer wordt door de kans te krijgen om datgene te doen waar je hart ligt. En ik moet zeggen dat ik ben, inmiddels 2,5 jaar geleden heb ik het besluit genomen om van bankier ondernemer te worden. En het bankiersvak is de laatste jaren allemaal wat minder aardig geworden natuurlijk, dat weten we allemaal wel. Maar het is vooral zo, de positieve kant wil ik belichten, dat ik nu kan doen wat ik echt leuk vind en wat ik echt, waar ik ook goed in ben, dat durf ik wel te zeggen. En als ondernemer kun je dat helemaal, kun je je hart daarin helemaal volgen en dat is een fantastisch gevoel. Opstarten is natuurlijk soms moeilijk, maar dat is juist ook wat het leuk maakt. Uitdagingen die zijn er volop en die moet je niet uit de weg gaan als ondernemer. Natuurlijk moet je een beetje mazzel hebben, maar tegelijkertijd hebben we ook wel ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt waar wij heel goed in zijn. En dat is in de wereld van onder andere de ATM's, de pinautomatenmarkt, waar we met hele mooie producten en innovaties doorbraken in dat jaar. En daarmee nog steeds heel succesvol zijn. Altijd al ondernemer willen worden? Ja, eigenlijk wel. Al van jongs af aan kersen verkocht uit de tuin van mijn ouders langs de weg. Rackets bespannen, dus op verschillende manieren eigenlijk ondernemend bezig geweest. Nou ja, en dan nu voor het echt. We kunnen nog heel snel heel veel doorgroeien, omdat er nog met name buiten Europa nog heel veel mogelijkheden voor ons liggen. Buiten Europa zijn ze helemaal niet gewend om kleine series te werken bijvoorbeeld. Dat kunnen wij wel en we kunnen met onze kennis daar echt nog heel veel kansen benutten. We zijn op dit moment met een heel groot techniekproject bezig. Dat worden 5 verkiezingen op 5 niveaus, WO, HBO, MBO, etc. Het middelbaar onderwijs ook. En dat gaan we eerst in Limburg doen, om eigenlijk jongeren te stimuleren, of in ieder geval een reëel beeld te geven van techniek en te hopen dat meer jongeren de techniek ingaan. En dat willen we volgend jaar landelijk gaan uitrollen. Dat ziet er al heel positief uit, dus dat is eigenlijk een korte termijn droom. En uiteindelijk hopen we natuurlijk in ieder geval Europa of de wereld te veroveren. Maar goed, dat is wel eigenlijk een droom en even afwachten.